Ja, welkom allemaal vandaag bij dit koffietijddebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan het hebben over een leefbare stad vandaag. Mijn naam is Merel Ek. Ik ben politiek verslaggever in het dagelijks leven bij Hart van Nederland voor SBS. Naast mij zit Leendert Beekman. Ja, van BNR Nieuwsradio. We zijn zowel collega's als con-collega's, zoals we dat tegenwoordig noemen. We zitten op dezelfde gang. Precies, de Tweede Kamer. Maar we bedienen ander publiek. Ander publiek, ja. Andere doelgroepen. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de gemeenteraadsverkiezingen, over de leefbare stad Leiden. Dat terwijl eigenlijk het gevoel is natuurlijk dat deze verkiezingen helemaal niet heel erg leven, omdat iedereen bezig is met Oekraïne. Wat natuurlijk compleet voorstelbaar is. Het voelt een beetje wrang bijna om te gaan hebben over wel of geen grotere terrassen, terwijl er zoiets op het continent Europa gebeurt. Maar toch, de verkiezingen gaan gewoon door. En kijkers en kiezers hebben ook gewoon recht om te weten waar alle politieke partijen staan en wat er speelt in de stad. Dus vandaar dat we gewoon dit debat gaan voeren op een relaxte manier. Het is het koffietijddebat en het idee is om elkaar niet in de haren te vliegen. Laat elkaar lekker uitspreken. En we gaan zorgen dat we wel informatief zijn, maar niet een debat zoals we die bijvoorbeeld maandag gezien hebben bij het ondernemersdebat. Daar was het echt de bedoeling om tegenover elkaar te gaan staan, heel scherp stelling in te nemen. Wij gaan wat meer de diepte in en even kijken waar staat iedereen nou precies in een bepaald onderwerp. We gaan vier onderwerpen namelijk behandelen: cultuur, wonen, wijken en sport. Ja, en we beginnen eigenlijk gewoon gelijk, want we hebben niet veel tijd. Met cultuur. Naast mij zit van het CDA Sebastiaan, welkom. Dankjewel. En van PvdA Mark Newsom, welkom ook allebei. Cultuur is natuurlijk iets wat Leiden gelijk, als je aan Leiden denkt, denk je ook gelijk aan cultuur. Nou zitten we hier ook bij B+C, de bibliotheek in Leiden, het cultureel centrum in Leiden. Daar is veel over te doen, er is veel te doen over minima in Leiden. Moet je die nou wel of geen gratis toegang geven? Ik wil jullie eerst heel kort de mogelijkheid geven, met de nadruk op heel kort, om heel kort uit te leggen waar jullie partij staat. En dan wilde ik met jou beginnen, Sebastiaan. Dankjewel, Merel. Mijn naam is Sebastiaan van de Veer. Ik sta op plek 3 op voor het CDA Leiden. Waar ik zelf voor ga in de campagne is eigenlijk voor 3 dingen. Ten eerste het behoud van ons erfgoed in de stad Leiden. Leiden heeft prachtig erfgoed, nou, daar moeten we met elkaar echt koesteren. Het tweede is opkomen voor onze ondernemers. Ondernemers maken de stad en daar moeten we echt met elkaar voor zijn. En ten derde, dat is het herstellen eigenlijk van onze basisinfrastructuur, namelijk voor cultuur, de bibliotheek. De bibliotheek is essentieel, namelijk voor Leidenaren, waar je leert lezen, waar je heel veel cultuur leert opdoen. Dus volgens mij is dat echt ontzettend belangrijk om dat te gaan versterken. Dank, heel goed binnen de tijd, zeker. Mark? Dankjewel, ik ben Mark Newsom, nummer 3 ook, maar dan bij de Partij van de Arbeid. En ik ben eigenlijk heel gelukkig dat ik in Leiden woon en daar ben ik. Er gaat van alles hartstikke goed met me en je ziet de stad heel veel veranderen. Maar wat mij behoorlijk opvalt is dat een groot deel van de Leidenaren nog niet goed meekomt in deze stad. Daarom is onze slogan thuis in jouw buurt. We willen dat iedereen zich thuis voelt in zijn eigen buurt en om het hier over de bibliotheek te hebben, daar hoort een bibliotheek in elke buurt of wijk bij. Want wij denken dat je dan echt fijn in je buurt woont, omdat je goed leert lezen en schrijven, omdat het de huiskamer van de buurt is. Dus als ik één speerpunt nu zou noemen, is dat zoveel mogelijk bibliotheken de buurt in. Dus daar gaan we voor. Kijk, dank. Stip je gelijk een interessant punt aan. Zoveel mogelijk bibliotheken in alle buurten. We zitten nu in een bibliotheek van B+C. Nu heeft B+C ook een andere doel, namelijk cultureel centrum. Hè? Dus muzieklessen, bedenk het zo gek maar niet. Er is er heel veel discussie geweest hier in Leiden over die functie van B+C. Moet dat culturele aanbod niet aanbesteed worden? Dus moeten niet andere mensen ook meer de mogelijkheid krijgen om dat soort dingen te gaan doen? Wat vinden jullie daarvan als PvdA zijnde? Nou, er is gesproken in de gemeenteraad over het aanbesteden van een deel van het aanbod van B+C. Dat was een voorstel van het college. Wij zitten in de coalitie, maar dat wilde niet zeggen dat we het direct daarover eens waren. En het grappige was eigenlijk dat het CDA en de PvdA en anderen elkaar toen heel snel vonden. Dus ik heb het een paardenmiddel genoemd om dat te gaan doen, het aanbesteden van het aanbod. Het CDA was er ook tegen. Maar ik denk dat het wel iets aanraakt wat belangrijk is. En dat is dat als je een BIEB hebt, dan moet je zorgen dat die zo goed mogelijk is. En al het aanbod moet dan ook zo goed mogelijk zijn. En er kan echt heel veel dingen kunnen heel veel beter. In dit geval legde de gemeente dat behoorlijk op bij B+C. Ik denk zelf dat de gemeente ook echt actiever moet helpen om te zorgen dat onze de beste bibliotheek van Nederland wordt. Ja, hoe staan jullie daarin?
Ja, nou ja, de aanbesteding zoals die werd voorgesteld, daar waren we als CDA echt falikant tegen. Doorgeslagen marktdenken. Als je kijkt naar wat het moest opleveren, dan was dat totaal onduidelijk. Terwijl wat het zou gaan schaden was wel duidelijk. Namelijk dat je B plus C opsplitst eigenlijk. En nu heb je de B van bibliotheek en cultuur samen in één geheel. Nou, dat ging je in feite opsplitsen. En bovendien veel onzekerheid voor personeel en voor cursisten. Dus toen dat plan kwam van het college, hebben CDA en SP samen een motie ingediend om dat te gaan stoppen. En uiteindelijk is het plan ook gelukkig teruggetrokken. Maar wat was er zit een gedachte achter om dat op te splitsen. Wat was de gedachte daarachter om dat toch op te gaan splitsen, Mark? Nou, ik denk niet dat de gedachte was, we splitsen dit op. Ik denk dat de gedachte was, we maken het aanbod beter. Je merkt dat we bijvoorbeeld de muzieklessen in Leiden. Als ik het heel zwart-wit zeg, zijn er heel veel kinderen in de professorenbuurt die goed kunnen genieten van muziekles en heel weinig in de kooi die in aanraking komen met muziek. Toen we het daar in de gemeenteraad over hadden, was die aanbesteding daar een middel voor. Nou, daar hebben we dus allebei van gezegd, gaan we niet doen. Wat we uiteindelijk wel gedaan hebben, daar ben ik op zich hartstikke trots op dat de Partij van de Arbeid daar ook de verantwoordelijkheid voor heeft genomen, is dat we wel gaan zorgen dat het muziekonderwijs veel meer alle kinderen gaat raken in deze stad. Want je kan het geld maar één keer uitgeven uiteindelijk. En wij vinden dan dat je zoveel mogelijk kinderen met muziek in aanraking moet laten komen. En niet, zoals ik het net zwart-wit zei, alleen de professorenwijk die vioolles blijft volgen. Ja, want taal is belangrijk, hè. Dan kijken we even in die verkiezingsprogramma's. En dan wordt er bij de VVD heel duidelijk gesproken over B plus C. En bij de Partij van de Arbeid, jullie noemen het de bibliotheek. En niet B plus C. En dan zou ik, als ik hier de directeur zou zijn, zou ik een beetje zenuwachtig worden. Want dan zou ik denken, waar is die C gebleven? Willen ze toch weer gaan rommelen? Nou, wij zeggen de bibliotheek omdat we heel erg zien dat het belangrijkste wapen is om laaggeletterdheid te bestrijden. Om te zorgen dat mensen mee kunnen doen, moet je een goede bibliotheek hebben. Ik denk vier bolletjes eronder of zo in ons verkiezingsprogramma zeggen wij dat we een cultuur-educatieakkoord willen sluiten. En dat gaat erover dat alle kinderen in aanraking kunnen komen met cultuur, met muziek. En volgens mij is het de belangrijkste partner dan B plus C. Nou, ik vind het juist heel goed eigenlijk dat het PvdA juist bibliotheek zegt. Want al die afkortingen, DZB, B plus C, het zegt Leiden naar de Varen ook niks. Dus juist in het verkiezingsprogramma moet je heldere taal spreken. En voor mij heeft de PvdA het wel gedaan. Oké, maar het is niet de bedoeling om uiteindelijk dat C'tje zo weg te snoepen en dat het alleen nog maar een bibliotheekfunctie gaat krijgen. Nee, dat is niet de bedoeling. Wat ik heel mooi zou vinden is dat je dus in je eigen buurt in aanraking komt met de bibliotheek. En dat je daar ook, omdat je erheen gaat om mensen te ontmoeten of om een boek te lenen, dat je uiteindelijk ook in aanraking komt met de rest van het cultuur-educatieaanbod. Ja, nu dus hebben jullie het allebei ook over inderdaad de toegankelijkheid tot bibliotheek, toegankelijkheid voor minima. Ook een belangrijk thema in Leiden. Hoe ga je minima betrekken bij cultuur in Leiden? Nu staat er, dat is ook een stelling van in de stemwijzer van Leiden ongeveer, waar gaan we het gratis voor maken voor jongeren of voor minima. Nu staat er in het CDA-programma, wil niet cultuur niet gratis toegankelijk maken voor minima, maar voor studenten. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Het was bij die stelling was dus een keuze, bij de kieswijze van of de een of de ander. Dat is op zich al wel onhandig, want mensen kunnen soms ook al twee willen, of is geen van beide, hoe dan ook. Het CDA kiest vooral voor jongeren, dat die de cultuur leren kennen. En het gaat dus echt om jongeren in de breedte, dus ook mbo-studenten, hbo-studenten, wo-studenten. Want ja, dat is de manier om te leren kennen en de wereld te gaan ontdekken eigenlijk. Bij minima vind ik wel dat toegankelijkheid belangrijk is, maar ik wil voorkomen dat er een soort armoedeval ontstaat, dat we allerlei voorzieningen gratis toegankelijk maken voor minima. En zodra je gaat werken op een gegeven moment, al die voorzieningen wegvallen en je eigen straf wordt dat je gaat werken. Dus daar willen we wel een goede balans in zien. Mark? Nou, ik denk dat het verschil tussen jongen en minima, dat is een beetje gek. Vind ik ook een gekke stelling in de stemwijze, waar het volgens mij om gaat, is dat als je weinig toegang tot cultuur hebt, daar weinig in aanraking mee komt, dat je zorgt dat mensen dat wel kunnen gaan doen. Dus wij kiezen dan voor de minima. En ja, jongeren kunnen ook in die groep vallen, dus ze kunnen ook weinig geld hebben. Waar ik heel trots op ben, is dat we in de cultuurnota, dus al het beleid van de gemeente rondom cultuur, dat we gezegd hebben, het moet een keer de binnenstad uit ook, die alles wat we met cultuur doen. Dus we gaan zorgen dat we echt in de wijken mensen laten kennismaken met cultuur. Dus als je kijkt, dan is het nu toch wel soms behoorlijk veel van het centrum. En zijn er heel veel mensen in Leiden die denken, ja, wat moet ik in die Schouwburg of wat moet ik in de stad Gehoorzaal? Wat wil je dan in die wijken gaan zien? Wat moeten we ons voorstellen? Nou, ik denk dat je als je die zorgt dat de bibliotheek wijkvestigingen krijgt, dat je daar als een soort cultuurschakel kan zorgen dat kinderen en ook andere mensen in aanraking kunnen komen met cultuur. Dus je kan daar zorgen dat het podium van de wijk wordt.
Van allerlei, zeg maar de. Maar die wijk, die bibliotheek heeft toch nog wijkvestigingen? Nou, we hebben er nog te weinig. Er zijn echt wel een aantal plekken in Leiden waar nog geen wijkvestiging is. Zuidwest gaan we er nu een maken, dat zou hartstikke fijn zijn. Maar er zijn nog veel meer plekken waar we het niet hebben. En daar wordt wel nu met een bibliotheekbus langs gegaan. Maar ik vind dat, dat we gewoon echt vestigingen moeten maken. In de huizen van de buurt kun je dat heel eenvoudig regelen, volgens mij. Sebastian? Ik ben het met de vestigingen in de wijken eens, maar ik vind ook dat de bibliotheek in het centrum van Leiden een plek verdient waar je ook echt met trots en met verven kan komen. En als je hier bent nu, dan denk je... Nee, vind ik dat nog niet het geval, eerlijk gezegd. Nee? Ik ben ook heel erg voorstander van het plan om te kijken hoe we de bieb een andere plek kunnen geven in de stad. Die gaat ook worden gezocht. Misschien wel in het V&D-pand bijvoorbeeld. Daar kan je een iconische plek van maken waar voor veel Leidenaren een toegankelijke plek is voor de bibliotheek. En volgens mij is dat echt wel een zoektocht voor de komende jaren. Ja, want jullie zeggen de wijken in ook inderdaad, Mark, dat zeg je ook. Maar hoeveel behoefte is daaraan? Is het niet handiger inderdaad om misschien in het een grotere algeheel te centreren dan in elke wijk een bieb te maken? Nee, volgens mij moet je gewoon allebei doen. Je moet zorgen dat deze vestiging waar we nu zitten heel veel beter wordt. Sebastian zei net, ga op zoek naar een betere locatie. Nou, die V&D zou fantastisch zijn. Dus dat, volgens mij moeten we ook gewoon afspreken dat we dat topprioriteit maken de komende weken na de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, het zou fantastisch zijn, maar is het haalbaar? Dat is dan de vraag. Nou, de gemeente doet nu onderzoek en we hebben al wat meer onderzoeken gehad. En tot die tijd weten we niks. Dus ik denk dat het CDA en ik elkaar behoorlijk vinden als we zeggen dat moet zo snel mogelijk naar buiten. Zodat we ook echt als gemeenteraad een besluit kunnen nemen. Toch moet je de portemonnee gaan trekken. En zoals jullie weten heb ik als raadsverslaggever heel lang hier in Leiden rondgelopen. En als het dan over cultuur ging, dan wilde de gemeenteraad en ook het college altijd voor een dubbeltje op de voorste rij zitten. Gaat die portemonnee ook echt getrokken worden? Dus ook bijvoorbeeld voor B+C, als je daar een mooie nieuwe locatie voor wil hebben, dat ook echt die uitstraling heeft zoals jij dat vertelt, dan moet je wel die portemonnee durven te trekken. Niet zeggen cultureel ondernemerschap en hoe gaat u ervoor zorgen dat u zelf meebetaalt hieraan? Dat ben ik helemaal met je eens. Het CDA kiest dus ook voor die basisinfrastructuur van de cultuur, dus de bibliotheek die ze in versterken. Dat daar ook misschien geld nodig is voor het pand, dat snap ik ook. Maar dan zou je wel moeten gaan prioriteren, ook binnen de culturele sector. Je kan niet eindeloos veel meer geld gaan besteden aan cultuur, dat gaat gewoon niet. We hebben zoveel anderen nodig in de stad, ook met minima, die komende jaren met inflatie te maken hebben. Van heb ik jou daar? Daar wil ik ook naar kijken. Dus niet alleen maar geld voor cultuur, dat gaat me te ver. Daar gaan we dan toch een beetje uit elkaar. Want ik zou zeggen, ja, meer geld naar de cultuur. En volgens mij kunnen we dat ook regelen. En cultuur is ook zoveel meer dan alleen cultuur. Zo'n bibliotheek werkt gewoon preventief. Mensen worden er beter, gezonder, gaan makkelijker werken. Dus volgens mij moet je vanuit, als je kijkt naar hoe je een fijne stad wil bouwen met elkaar, dan moet je juist investeren in cultuur. Er is toch afgelopen week een akkoord gesloten? Een soort cultuur... Het podium stembus akkoord. Ja, ja. Waar gaat het over? Dat zegt dat iedereen die in deze stad zeg maar, de podiumkunsten doet, dat we die ruimhartiger gaan ondersteunen en gaan helpen om de podiumkunsten weer levendig te maken na corona. Ik was hier 4 jaar geleden ook om het verkiezingsdebat te presenteren. En op dat moment ging het ook over, we moeten een nieuwe bibliotheek hebben. En ik ben nu 4 jaar later terug en ik zit nog steeds in dezelfde bibliotheek. En dan eventjes over de daadkracht van lokaal bestuur. Hoe draadkrachtig zijn jullie eigenlijk, vraag ik me dan af. Want ik zie wel meer, we gaan meer onderwerpen bespreken die 4 jaar geleden ook al een issue waren. Daar komen we later nog op, maar hoe daadkrachtig zijn jullie? Volgens mij heeft de directeur van de bibliotheek hierboven een prachtige kamer met een kast vol met onderzoeken naar verschillende locaties. Ja. Er is volgens mij dus echt dringend nood dat er iets gaat gebeuren en het volgende college heeft daar echt ook werk voor. Ja, eens. En... We zijn niet zo daadkrachtig. Ons college is niet zo super daadkrachtig geweest in het vernieuwen van die bieb. Waar het college wel heel daadkrachtig is geweest, en dat moet je ze denk ik ook wel nageven, is dat we wel in corona heel veel mensen in de cultuur er doorheen hebben geholpen. Want het was, niemand had verwacht dat we ook 2 jaar lang met iets bezig waren wat niet de voortgang van het B+C dossier zou helpen. We komen richting het einde van ons gesprek, maar het is het koffietijddebat. Ja. En weet je wat we vergeten zijn om aan onze gasten aan tafel te geven? Koffie. Een bakje koffie. Dus ik zou zeggen... Ik heb zelf wel koffie. Maar ja, pak even een bakje koffie. En dan sluiten we dit gesprek af. Bedankt hiervoor. Pak een bak koffie mee en dan gaan we verder met het volgende gesprek. Dank. Dankjewel. Dan wil ik graag naar voren roepen. Partij Sleutelstad en GroenLinks. Geef maar een klein applausje hoor, want dat mag wel bij het koffie zetten. Of bij koffie. Famke,
van partij Sleutelstad en Rembrandt van GroenLinks. Ik zou jullie wel willen vragen bij het begin van het gesprek. Pak er even een bakje koffie bij. Famke, dan zeg ik goed hè, Famke, ja, is het niet Femke. Famke, we beginnen even bij jou, partij Sleutelstad. Je moet ze wel nu even wat tijd geven om... Ja, natuurlijk, maar ik ga alvast even door kletsen, want we gaan het zo meteen gaan we het over wonen hebben. Famke, ik ken jou nog niet. Nee, dat klopt. Dus we gaan, ik denk ook onze luisteraars, kijkers en mensen hier ook niet. Dus we gaan even zich zo meteen voorstellen, daarna doen we onze stelling. Maar Famke, partij Sleutelstad, de lokalo's, zullen we maar zeggen. En het INO Research heeft afgelopen week een rapport gepresenteerd, het laatste rapport voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lokalo's gaan... echt op grote afstand de verkiezingen winnen. 31% van de stemmen gaat uitgebracht worden, is de verwachting, op een lokale partij. Ja. Maar Leiden springt er altijd op een negatieve manier. Ja. Want 17% geloof ik naar de VVD, dat is de ene grootste in de peilingen. Maar in Leiden krijgen de lokalen nooit meer dan 1-2 zeteltjes. Nee. Hoe komt dat nou en wat ga je eraan veranderen? Het is ook ongelooflijk, vinden wij zelf. Want wij zeggen eigenlijk altijd geen woorden, maar daden. En een lokale partij staat er eigenlijk wel onbekend. En wij zeker dat we luisteren naar de inwoners. En dat we het ook samen met de inwoners doen. En het mag niet een verrassing zijn dat participatie niet echt heel goed is gegaan in de afgelopen jaren in Leiden. Dus wij hopen dat het dit jaar wel een verschil gaat maken. En dat er wel heel veel mensen lokaal zullen gaan stemmen. Nou, zal ik ook even kijken naar de samenstelling van de gemeenteraad. Die heeft nu meer fracties dan 4 jaar geleden. Ja. En volgens mij komt dat ook een klein beetje door jullie, toch? Versplintering, ja. Versplintering, ja. Helaas wel. Ja, dat zijn dingen die gebeuren. Ja. Wij hadden 2 zetels en het is er nu nog maar 1, ja. Helaas. We waren het niet meer met elkaar eens, dat kan. Maar als je dan daadkrachtig als lokale partij wil zijn, dan moet je natuurlijk ook de komende 4 jaar eensgezind met elkaar. Ja, eens. Ja, nou kijk, het punt is gewoon, wij hebben altijd gezegd, wij komen op voor de burger. En dat hebben we ook gedaan. En dat hebben we de afgelopen 4 jaar hebben we dat zeker gedaan. Maar er hoort ook bij dat je moet lobbyen. Dat je met elkaar binnen zo'n gemeenteraad probeert in ieder geval om de standpunten waar je voor hebt ingezet, om die ook echt te verzilveren. En daar hoort dus ook bij dat je schriftelijke vragen kan stellen, technische vragen, dat je beleidsstukken kan lezen. Nou, en daarin verschillen we op een gegeven moment van mening binnen de partij. Vandaar dat we dus ook op dit moment 1 zetel hebben. Maar de partij is eensgezind, absoluut. En we blijven vechten voor de mensen waar we uiteindelijk deze partij voor zijn begonnen. En dat zijn de inwoners, de gewone Leidenaren, zoals ik. Niet politiek onderlegd, maar wel met een ambitie en een missie. Om daadwerkelijk wat te kunnen gaan Want betekenen. Want als jullie zo tegen die 30% aan gaan komen, dan kom je zo met 10 zetels die raad in. Nou, ik hoop het, want dan gaan we echt het verschil maken. Dan gaan we absoluut het verschil maken. Oké, dankjewel. GroenLinks. Ja. In het college gezeten de afgelopen 4 jaar. Zeker. Even plagen jullie. Wethouderswissel geweest. Ja, dat was door ruzie of was dat... Nee. Het viel niet zo. Nou, het was vooral toen Martine Leeuwis zelf, die na een jaar eigenlijk erachter kwam van ja, is dit nou precies de plek die ik wil hebben? Zij was natuurlijk heel ervaren als bestuurder in het waterschap. En dat was ook een logische stap om dan wethouder te worden. Maar zij merkte gewoon dat zij toch niet echt op de plek was. Dat ze het heel erg fijn vond om heel erg technisch met de inhoud bezig te zijn. Maar zodra het heel politiek wordt, dus als je ook echt moet kijken van hoe zoek ik meerderheden voor een plan, voelde zij niet echt heel erg aan. En toen heeft ze gezegd van joh, ik ga gewoon iets anders doen, iets waar mijn passie ligt. Ik word adviseur bij de VNG voor gemeentes. En toen kwam SD Noord. En in de eerste weken dat ik moest er heel erg om lachen. Ik was van de binnenstad naar een buitenwijk gegaan. En in de binnenstad werd mijn lokale krantje nooit bezorgd. Die ging kennelijk de vuilnisbak in daar. Maar in een buitenwijk wordt dat netjes bezorgd. En de eerste weken dat hij wethouder was, stond hij elke dag bij een ander, of elke week stond hij bij een ander bruggetje op de foto. Want hij was voor mijn gevoel het single park, waar toen al die bruggetjes, was die wethouder bruggetjes. Maar heeft hij ook meer gedaan? Of... Nou ja, wat Ashley heeft gedaan, kijk, die bruggen, dat zijn natuurlijk deel van het singlepark. En dat is wel iets waar hij echt een voortrekkersrol in heeft genomen. Het was een plan vanuit de stad, wat hij vanuit zijn wethoudersrol echt door heeft getrokken. Dus je ziet nu dat echt na 4 jaar GroenLinks in het stadsbestuur de stad een heel stuk groener is geworden. Dat zie je bijvoorbeeld aan het singlepark, dat zie je aan tegenover de meelfabriek, het Lakenpark, wat eerst een beetje troosteloze parkeerplek was, wat nu een prachtig park is geworden met daarnaast ook nog het cartoonpark, waar kinderen kunnen spelen in de natuurspeeltuin. En dat zie je eigenlijk door de hele stad gebeuren. En niet alleen het singlepark, maar ook in de wijken. Daar heb je wijkvervangingsprojecten, daar wordt groen toegevoegd, daar wordt kruidenrijk ingezaaid. De stad wordt groener, biodiverser. En mensen hebben nu veel meer ruimte om fijn een wandeling te maken in de stad en te genieten van schone groene lucht.
We gaan het over wonen hebben. Dankjewel trouwens. We gaan het over wonen hebben. En gisteren mocht ik... ben weer veel te lang aan het kletsen. Nee, joh, ja. Dat is koffietijd. En, dat kan gewoon hier. Gisteren mocht ik bij Hugo de Jonge aanschuiven. Want die heeft namelijk een nieuw plan. Om ervoor te zorgen dat we tot in 2030... moeten we 900.000 woningen moeten we erbij bouwen. Dat was nu het plan. En hij gaat de regie nemen op het moment dat de gemeente... en de provincie dat niet goed genoeg doen. Dat was het nieuws ongeveer waar hij gisteren mee kwam. En daar kunnen we zo meteen over doorpraten. Maar eerst voor jullie, en ik ga even bij jou beginnen, Famke. De stelling, en houdt de gemeente moet hoogbouw boven de 70 meter dus toestaan. Vind jij dat een goed idee? Absoluut niet. Nee, hoogbouw boven de 70 meter is duurbouw. Niet milieuvriendelijk, absoluut niet. Niet duurzaam, zorgt voor slechte cohesie, slechte bereikbaarheid... voorzieningen, druk op voorzieningen in de wijken eromheen. Voorziet ook absoluut niet in de woningen die wij willen die er gebouwd worden. Dus betaalbare woningen voor de gewone Leidenaren. Voorziet juist in forensen, hè, Amsterdammers bijvoorbeeld die heen en weer moeten reizen. Dat wil je niet dus hebben. Geen Amsterdammers en Leiden. Nee, wij willen bouwen voor de Leidenaren. En wij vinden ook, daar moet je keuzes in maken. En wij kiezen voor betaalbaar. Wij zorgen ervoor dat woningen niet meer, althans dat willen wij heel graag voor gaan zorgen, dat woningen niet onttrokken worden aan de woningmarkt. Strenger verkameringsbeleid, bouwen op de plekken waar het wel kan. En we hebben niet voor niets een woonvisie waarin we zeggen niet hoger dan 70 meter. Duidelijk. Daar houden wij ons aan. Duidelijk. En dan GroenLinks, want het is natuurlijk wel, wonen is met stip voor de meeste kiezers het belangrijkste onderwerp naar de stembus te gaan. Ja, en dat is ook heel terecht, want die woningnood is ontzettend groot. Dus wij als GroenLinks willen die woningnood ook gewoon aanpakken. Door ook echt bij te bouwen en te kijken waar dat kan. En vooral ook sociaal te bouwen. Dus ervoor te zorgen dat de groepen die moeilijk toegang hebben tot een woning, dat die nu juist kunnen wonen. Dus wij staan voor 40% sociale huur. En voor de rest goedkope koop en middenhuur. En voor al die doelgroepen, dus starters, studenten, mensen die in sociale huur moeten wonen. Maar ook ouderen die door willen verhuizen naar wat kleiner. En natuurlijk daklozen, die gewoon door kunnen naar een woning. Die moeten allemaal een plek krijgen in Leiden. En dat doen we ook volop. Dat is de afgelopen 4 jaar ook op grote schaal gebeurd. En daar zijn wij blij om. Wij vinden wel dat als jij bijbouwt, dan kun je dat alleen maar doen als je ook de ruimte daaromheen groen inricht. Daarom hebben wij ook op ons initiatief ervoor gezorgd dat ontwikkelaars zelf bij moeten dragen en moeten investeren in de leefbaarheid van de omgeving. Je kunt niet alleen maar bijbouwen zonder dat je ook de omgeving vergroent, zonder dat je de daken groen maakt, dat het ook klimaatadaptief wordt, dat je verticale bossen creëert. Dus we voegen die woningen toe, maar wel ook de leefbaarheid geven we een impuls met veel groen in de omgeving, zodat mensen ook gewoon die allemaal daar massaal komen wonen, ook daar kunnen wandelen, kunnen sporten in de openbare ruimte, dat kinderen daar kunnen spelen. Dan zeg je verticale bossen, groene omgeving eromheen, dan denk ik gelijk aan het station. Daar loop je en daar is steen. Steen. Waar zijn die verticale bossen heen? Nou, dat is heel mooi, dat stationsgebied, daar is ook de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt in het kader van wat heeft Eschenhorf nog meer gedaan. Die heeft daar dus een plan voor gepresenteerd om die omgeving van het station, om daar woningen toe te voegen en die ook inderdaad heel erg groen te maken en de omgeving veel beter te vergroenen. Je ziet dat echt het station in de komende jaren, zal en dat duurt natuurlijk een tijdje, maar dat zal echt een enorme opknapbeurt krijgen. Maar, dan denk ik gelijk. Ja, maar verticale bossen kun je toch zo op die gebouwen zetten? Of is dat een makkelijke dag? Ja, nou dat is in sommige gevallen echt wel mogelijk. Kijk, bij de Churchilllaan, daar komt een woontoren. En dat wordt een verticaal bos. Dat wordt de eerste verticale bos dat wij hier in Leiden gaan realiseren. Dat hebben wij samen met Partij voor de Dieren voor elkaar gekregen. Dus daar wordt inderdaad op de gevels wordt er gewoon heel veel groen toegevoegd. Waardoor daar ook, ook dieren van gebruik kunnen maken. Dus het wordt gewoon een soort bos. Maar dan op een woontoren. Wonen en groen gecombineerd. Er is een wooncrisis. Op dit moment geloof ik 270.000 mensen zoeken een woning. Ofwel omdat ze het huis uit willen, of omdat ze gaan scheiden, of omdat ze dakloos zijn. Nou, jij noemde net al een paar van die doelgroepen op. En er moet gebouwd worden. Op dit moment duurt een woning bouwen 10 jaar. 7 jaar besluitvorming, daar is de gemeente voor een groot deel verantwoordelijk voor. Voor een groot deel zeg ik daarbij. En 3 jaar bouwen. En dan staat in jullie verkiezingsprogramma, we willen eigenlijk heel veel niet. Waar gaan we dan wel bouwen in Leiden? Ja, goede vraag. Concrete voorbeelden. Ja, maar ik wil eerst nog even terugkomen op mijn buurman, wat hij net aangaf. Dat mag wel, hè, Rembrandt? Tuurlijk. Want jullie zijn wel voor bouwen boven de 70 meter. En dat moeten we denk ik ook nu met elkaar bespreken. Want bijvoorbeeld Leed, dat heeft heel veel geld gekost, boven de 70 meter.
Totaal niet duurzaam, heel erg milieubelastend, weten we ook. Ligt allemaal. Even toe kort waar ja, gebouwd gaat worden. En dat wil ik zeggen, omdat sociale woningbouw, dat is heel mooi. En dat hoor ik ook GroenLinks zeggen. Maar dat gaat niet als dat zulke dure projecten zijn. Want dat is vaak sociale woningbouw voor 20 jaar. Daarna worden die huizen weer doorverkocht aan dus niet maar, sociale woningbouw. Sorry, ik ga toch ingrijpen, want ja, ik hoor alleen maar problemen. Nee, ik hoor alleen maar bouwen, waar ga je bouwen? Ja. Er zijn best plekken nog. Er zijn ook plekken bestempeld binnen die woonvisie waar de hoogte ingegaan kan worden, maar onder de 70 meter. Er zijn nog platte daken waarop gebouwd kan worden. Er zijn echt... Maar ik hoor geen mogelijk concrete plek. Eén plek. Waar kunnen we bouwen? Waar kunnen we dit mee oplossen? De randen van Leiden, daar zijn nog best wel plekken waar gebouwd kan worden. Er zijn platte daken waar nog gebouwd kan worden. Er zijn leegstand gebouwen waar nog van alles mee gedaan kan worden. Is dat genoeg? Dat is voor ons in ieder geval genoeg, want je moet keuzes maken en je moet ook gaan kijken hoe kan je ervoor zorgen dat de woningen die er wel zijn, in ieder geval beschikbaar zijn voor de groep waar wij in ieder geval van vinden. Maar dat er komt vanuit het Rijk gewoon een bouwopgave. Ja. Dus dan kan je kijken naar de bestaande woningen, hè, wonen daar de juiste mensen in? Dan moet je bijvoorbeeld ook gaan bouwen voor ouderen, daar heb je ook infrastructuur voor nodig, dat werd net allemaal genoemd. Maar er komt een bouwopgave, of je het nou leuk vindt of niet, en dan moeten er keuzes gemaakt worden, dan kan ik ook even naar GroenLinks toe. Dat betekent ofwel bouwen in het groen, of je gaat de lucht in, maar er moeten keuzes gemaakt worden en er moeten plekken komen waar gebouwd gaat worden. Want anders komt die minister Hugo de Jonge en die gaat die keuzes voor jullie maken. En dat wordt over het algemeen niet gewaardeerd in de lokale politiek als het Rijk langskomt. Ja, ik las het plan van Hugo de Jonge en ik begrijp het heel goed. En hij heeft het ook gehad over van het gas af en daar ook een wat dwingende rol in van de overheid. En dat is iets waar we heel erg voor zijn. Maar echt voor het toevoegen van woningen hebben we denk ik Hugo de Jonge niet nodig. Want dat hebben we de afgelopen 4 jaar gezien. Dat er gewoon heel veel plannen zijn om te bouwen. Vooral op omgevingen die al bebouwd zijn. En dan moet je inderdaad wel de hoogte in. Liever niet boven de 70 meter. Dat moet je maar heel beperkt doen volgens GroenLinks. Want dat is vaak inderdaad minder duurzaam. Dat wordt lastig om rond te rekenen. Al is dat bij Leed perfect gelukt om dat energie-neutraal te gaan maken. Dus dat is heel fijn. We zijn dit aan het doen. We laten zien dat het kan. Toch, het ongeduld is groot. Zeker hè, als je student bent. Je wil hier. Als je hier komt studeren kan je niks vinden. Als je klaar bent met studeren kan je niks vinden. Is het niet betaalbaar. Als je door wil groeien. Als je een gezin wil. Kortom, er zijn nog veel te weinig woningen in Leiden. En dan kan me voorstellen dat ze naar GroenLinks komen. Wat heeft u nou voor ons gedaan de afgelopen tijd? Nou ja, dus echt, er staan heel veel woningen staan op de planning. Ook bij sociale huurwoningen, daar zitten we boven wat we wilden doen in de eerste instantie. Dus dat worden ruim 3000 sociale huurwoningen bijgebouwd. Maar ja, dat kost inderdaad tijd. Dus wij zijn gewoon 4 jaar lang zo snel mogelijk aan de slag gegaan om dat bij te bouwen. En waar we ook op in willen zetten, dat is heel belangrijk, dat is de zelfbewoningsplicht. Dus als jij een huis opkoopt, dan moet je er ook zelf gaan wonen. Dat weert ook de beleggers die heel snel die starterswoningen allemaal opkopen en dan gaan verhuren en daar die huisjes gaan uitmelken. Dat is ook gewoon een hele belangrijke stap die je moet nemen om die woonruimte die er wel is, gewoon ter beschikking te stellen. En dat geldt ook voor leegstand. Dat je dus dat heeft Jesse Klaver laatst gepresenteerd, dat je een belasting kunt gaan heffen op het leeg laten staan van jouw gebouw. Dan zijn eigenaren dus ook gedwongen om ervoor te zorgen dat mensen gewoon kunnen wonen in die leegstaande gebouwen. Nou zijn er ook andere gegadigden voor plekken in Leiden, namelijk de universiteit bijvoorbeeld. Dat hebben we gezien bij het doelencomplex. Sociale huurwoningen die de universiteit eigenlijk plat wil laten gooien om daar de universiteit uit te breiden. Is er plek voor een uitbreiding van de universiteit als de bouwopgave al zo groot is? Nou, dat is wel een hele goede vraag. Dus de universiteit die wil graag uitbreiden. Wij zeggen daarvan dat is mogelijk, maar dan moet je ook zelf als universiteit je verantwoordelijkheid nemen in het bouwen van woningen voor die studenten maar die jou aantrekken. Maar binnen de singles nog uitbreiden, is dat realistisch? Nee, maar dat is ook, kijk, bij de Humanities Campus is dat gelukkig, het plan is nu van de baan, dat is ja, na heel lang trekken van de bewoners. Nee, absoluut, en die hebben daar gewonnen. Maar goed, daar zeggen wij dus, je mag uitbreiden. Wat er nu trouwens gebeurt is hun plannen om uit te breiden zijn vooral in het Bioscience Park. Dus dat is niet binnen de singles. En je moet ook echt kwaliteit toevoegen aan de omgeving. Dus ook de universiteit moet dan zorgen dat er meer groen wordt toegevoegd. Dat er zonnepanelen op die daken komen. Dat er groene daken bij komen. Dat je ook de ruimte zo inricht dat niet alleen studenten en universitair docenten daar toegang toe hebben. Maar dat de hele stad daar toegang toe heeft. Dus dat je een inclusieve universiteit bent. En dat je ook echt de bouwgrond die je hebt, want de universiteit heeft best veel grond ter beschikking. Dat je die ter beschikking stelt voor de bouw van woningen voor studenten. Tot slot, de laatste vraag. Doe ik even aan jou, Famke. Je wil een hoop
ik zei al van, hè, die zeggen, er zijn beperkingen aan waar en hoe je kan bouwen. Toch ligt er zometeen een bouwopgave en op een korte termijn zal er gebouwd moeten gaan worden in Leiden. Als je zometeen in de gemeenteraad zit, valt er dan nog te praten? Met bijvoorbeeld, hè, want nou ja, jullie liggen ver bij elkaar vandaan, maar gaan je elkaar vinden? Absoluut, als ik dan hoor de zelfbewoningsplicht, nou, daar zijn we natuurlijk ook voor. Strenge verkameringsbeleid, daar vinden we elkaar natuurlijk ook in. We denken iets anders over het bouwen van studentenwoningen. Wij hebben er niet zoveel moeite mee als een student een uur moet reizen. Wij kijken echt naar de inwoners in Leiden die nu soms 8 jaar, 9 jaar moeten wachten totdat ze een sociale woning kunnen krijgen. En daar willen wij ons voor inzetten. Maar zeker, ik denk dat we elkaar op bepaalde punten kunnen vinden. Er zijn echt wel partijen die daar ook zo over denken. Dus als jullie samen in een college komen, stel je voor, dan kan er gesproken worden over misschien 1 of 2 torens boven de 70 meter. Nee, absoluut niet. Dat is uitgesloten. Dat is een breekpunt. Okay. We hebben inwoners ook die daar iets van gezegd hebben bij het Doe Mee panel en die willen dat ook niet. En dat vinden wij, dat respecteren wij. Dat kunnen we maar beter duidelijk hebben. Dank allebei voor deze bijdrage. Mag weer geklapt worden, jazeker. Dan gaan we door naar het thema wijken. En daarvoor wil ik graag aan tafel vragen ChristenUnie Janine Clement en van D66 Sander van Diepen. Welkom allebei. Pak inderdaad een kopje koffie. Goed voorbeeld doet goed volgen. We hebben koffie daar staan. Wij vinden het niet erg als jullie trek hebben, als jullie ook gewoon een kopje... Want het is koffietijddebat, hè? Dus pak gewoon ook een bakje koffie. Daar staat het voor. En een koekje staat er ook klaar. Dan gaan wij langzaam door naar de twee gasten aan tafel. En dan begin ik even bij jou, Sander, D66. Leg even heel kort uit wie je bent en waar de partij hier in Leiden voor staat. Ik ben Sander van Diepen, nummer 3 op de kandidatenlijst voor D66... En D66 wil topprioriteiten van maken om de woningnood in Leiden op te lossen. Dus we gaan bouwen, bouwen, bouwen. Die slogan ken ik ergens van. Zeker. Ik gebruikte hem daarvoor al, maar En inmiddels heeft hij over vliegen, vliegen, vliegen. Ja, precies. Dat daar gelaten. Daarnaast dus bouwen, vergroening. Want werd zojuist ook gezegd, we kunnen niet bouwen zonder te vergroenen. En als derde punt vinden kansengelijkheid heel belangrijk. Dus goed onderwijs. Het belangrijkste vinden wij dat Leiden in de toekomst de meest leefbare stad van Europa wordt. En dat willen we met deze 3 punten gaan bereiken. Kijk, dank. Kort maar krachtig. De lat ligt wel hoog. Ja, vind je? Ja, de beste, want de stad van Europa, de leefbare stad van Europa. Ja, ligt er wel hoog. Ja. Naast Kopenhagen of Stockholm vind ik dat Leiden heel goed in dat lijstje past. Ik ga hem onthouden voor over 4 jaar. Ik wou net zeggen, er moeten nog wel heel wat dingen veranderen volgens mij voordat dat aan de gang is. Janine Clement van de ChristenUnie, waar sta je voor en wat wil de partij in Leiden? Ja, dankjewel. Ik ben Janine Clement. Volgens mij is dit debat het debat van alle nummer 3's, want ik sta ook op nummer 3. Alleen van de ChristenUnie-lijst. Ik ben in het verleden tussen 1998 en 2010 ook al actief geweest als duo raadslid en raadslid. En ook de komende periode zou ik eigenlijk de lijn die ik toen had voort willen zetten. Dus aandacht voor groen, zorg voor leefbaarheid, met name in de binnenstad, financieel degelijk en... Ik denk ook gewoon de ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat we als overheid ook een behoorlijke opgave hebben in het terugwinnen van vertrouwen van burgers, betere dienstverlening. En daar zou ik me gewoon de komende periode graag voor willen inzetten. Ik heb nog een vraagje. Ik las dat ook, dat je tussen 1998 en 2010 in de raad hebt gezeten. 2010, dat was ongeveer de tijd dat ik als verslaggever hier kwam te werken. Dat is een kantelpunt geweest. Want toen kwam D66 namelijk met een nieuwe bestuurstelsel, dat we dat nu in Den Haag ook horen, hè? Heb jij nog de tijd meegemaakt dat iedereen elkaar echt de tent uitvocht in de gemeenteraad? Dat zeker. We hebben best wel pittige tijden meegemaakt. Tegelijkertijd vind ik ook wel weer het mooie van politiek dat je met elkaar een heel pittig debat kunt voeren in de raad. Maar dan vervolgens wel een biertje kunt drinken en aflopen. Mm-hmm. Dus speel het op de zaken en niet op de man. En dat heb ik wel altijd wel meegemaakt. Dus ik heb er zelf persoonlijk niet heel veel last van gehad, moet ik zeggen. En waarom nu weer een terugkeer? Je denkt, het is zo'n leuke club geworden, ik wil er weer bij. Nou, ChristenUnie-fractie sowieso kan ik bij iedereen aanbevelen. Nee, de gemeenteraad bedoel ik. Goed. Ja.
Maar gewoon de gemeenteraad, ja, ik vind het fijn om bezig te zijn met ja, eigenlijk het belang van de stad en de zorg voor te dragen voor nou, goed bestuur, dat het goed gaat met de stad. Dat heb ik toen 12 jaar gedaan met een enorme drive. Heb ik 12 jaar pauze gehad en ja, nu is het wel begon weer tijd weer te kriebelen. Het begint altijd te kriebelen. Was er een speciaal punt waarvan ik dacht, nou, nu ben ik daar zo klaar mee. Nu ga ik me er weer verkiesbaar stellen. Nee, eigenlijk niet. Ik heb het eigenlijk altijd al die jaren met plezier gevolgd. De fractie ook nog af en toe wel eens een keer wat ondersteund. Dan plofte er weer een begroting op mijn mat met Clement, wil je nog even meelezen? Leuk. Dus kijk, leuk. Dat soort dingen. Het zijn ook hele leuke dingen om te lezen, zo'n begroting van een gemeente. Ja, dat is echt een feestje. Ja, maar daar de goede vragen over stellen. En dan gewoon te zorgen dat de wethouders niet 2 keer hetzelfde potje geld uitgeven. Kijk, daar let ik dan meestal op. Dat is best wel belangrijk om inderdaad even in de gaten te houden. En dat kan je ook wel toevertrouwen aan de ChristenUnie. Want jullie zijn over het algemeen de hoeders van de begroting, hè? Dank voor het compliment. Dat proberen we in ieder geval wel te zijn. En nou ja, je hebt die verantwoordelijkheid gewoon ook richting je burgers en richting de samenleving. We gaan het niet hebben over begrotingen. Al heeft het natuurlijk de begroting overal effect op. We gaan het hebben over wijken. En over de leefbaarheid in de wijk en of de wijk of Leiden nou eigenlijk een woonwijk moet zijn of niet. En daar gaat de stelling ook over. Het karakter van de binnenstad als woonwijk moet behouden worden door de uitbreiding van horeca, terrassen en evenementen tegen te gaan. Daar is de ChristenUnie volgens mij het helemaal mee eens. Waarom, Janine? Ja, zeker. Wat ik merk is als de vaste bewoners weg willen uit de binnenstad, dan gaat je stad kapot. Je ziet het in Amsterdam. De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat de Amsterdammers die in de binnenstad van Amsterdam wonen naar Leiden zijn getrokken omdat Amsterdam gewoon niet leefbaar is. En het is niet zo dat we tegen feestjes en partijen zijn als ChristenUnie, maar ik vind wel gewoon duidelijk dat er een grens is. En de coronatijd zag je dat ook. Ik heb van heel veel binnenstadsbewoners gehoord van wat een zaligheid die rust. En natuurlijk nu alles, de maatregelen weer, de pandemie aan het verdwijnen is en de levendigheid weer opkomt, heeft dat natuurlijk ook zijn charme. Maar wat mij betreft zou ik echt willen kijken van wat behouden we uit die tijd om te zorgen dat de leefbaarheid in de stad voor de binnenstadsbewoners goed blijft. Want zij nemen wel de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en dat doen de passanten niet. Nou, die charme en die rumoerigheid, dat is juist iets volgens mij waar D66 de levendigheid van Leiden ziet. Jullie zijn wel voor die uitbreiding van die trassen. Waarom? Nou, laten we eerst bedenken waarom hebben we dit gedaan. Waarom heeft D66 onder andere het initiatief genomen om die terrassen uit te breiden? En dat was omdat de horeca het gewoon afgelopen jaren heel slecht had. En dat willen we door blijven zetten om die horeca weer wat spek op de botten te geven. Ze moeten het financieel rond kunnen rekenen. Daarnaast, ik ben zelf opgegroeid op het platteland en je hebt misschien een idyllisch beeld ervan, maar dat is super saai. Ik ben juist naar Leiden gegaan 10 jaar geleden vanwege de levendige binnenstad. Ik woon nu al 10 jaar op verschillende plekken hier in de binnenstad. En ik ben ook zo'n binnenstadbewoner en ik vind juist wel fijn dat hier levendigheid is. Dus ja, die horeca, zeker bijvoorbeeld een plek als het Hooglandse Kerkplein. Dat is gebeurde er wat. En nu is het een prachtige plek, veel terrasjes en de zomer is daar gewoon superleuk. Daarom woon ik in de binnenstad. Dat vind ik leuk. Dat trekt mij aan die binnenstad. En daarom moet het niet een Phoenixwijk gaan worden, om even een contrast te leggen. Ja, want Janine, jij zegt de vaste bewoners trekken weg. Waar baseren jullie dat op? Want ik weet bijvoorbeeld dat uit berichtgeving altijd werd gezegd, de bewoners van Pancras West zijn tegen de rumoerigheid, dit en dat. Toen dacht ik, hé, maar ik ben ook een bewoner van Pancras West. En mij is eigenlijk nooit wat gevraagd. Hoe weten jullie dat de vaste bewoner wegtrekt uit Leiden als die levendigheid blijft bestaan? Nou ja, dat hoor ik gewoon bij de gesprekken die ik zelf met mensen voer. Ik heb zelf heel veel vrienden en bekenden hier in deze wijk. En die houden mij ook op de hoogte. En zelf ben ik ook een binnenstadsbewoner. Dus ik merk het aan de lijve. Ik heb vlakbij de Garenmarkt woon ik. Nou, voor de herinrichting waren daar natuurlijk ook vaak evenementen. En, en dan hoor je gewoon de gesprekken in de buurt. Via de appgroepen en dergelijke. En je praat met bewoners. Dus je krijgt best wel wat mee. Ook over bijvoorbeeld het Hooglandse Kerkplein. Kijk, afgelopen jaar had je dus een paar keer. Dan heb je natuurlijk inderdaad mooi terras en het is daar prima zitten. Maar tegelijkertijd, ja, er is ook wel eens een uitvaart in die kerk. En ik heb ook een paar keer gezien dat er een uitvaart is, terwijl dat hele terras vol zit met mensen. Terwijl ik denk van, ja, hier botst het. Hier moet je het met elkaar over hebben. Is dat nou prettig? Daar heb ik het al erg vraagtekens bij. Dus in dat opzicht denk ik van, natuurlijk prima, en een stuk levendigheid in de stad. Nogmaals, mijn partij is absoluut niet tegen feestjes en tegen absolute sluiting. En het hoeft inderdaad geen platteland te worden. Maar meer evenwicht, ik denk wel echt dat het nodig is. Sander, meer evenwicht om aan de zorgen van deze inwoners tegemoet te komen? Is dat iets waar jullie wel rekening mee willen houden?
Ja, juist ook in het programma van D66 staat voor evenementen willen we juist een betere spreiding over de stad. Want ik weet nog wel van 2 jaar geleden, toen het nog kon, had je af en toe in 1 weekend 3 verschillende evenementen. Had je een Lappenmarkt, je had de Japanse markt en je had nog de Hofjesdagen. Superleuk, maar te veel in de binnenstad. Juist in de wijken zou je ook nog evenementen kunnen organiseren. Maar voor bijvoorbeeld die terrassen, denk ik, ja, laat die lekker zo uitgebreid. Tenminste op de Hooglandse Kerk en op de Nieuwe Rijn. Want zeker door de autoluwe binnenstad die we ook daar realiseren, kan dat daar ook. En is dat een hele mooie toevoeging aan de stad. En de wijk in met de evenementen, de Lapjesmarkt bijvoorbeeld. In hoeverre, zegt de ChristenUnie, dat moet inderdaad gebeuren. We gaan maar andere woonwijken in om dat ook wat levendiger te maken. Want het hoeft niet allemaal in de binnenstad. Nou, daar kan ik me voor een deel wel in vinden. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar dat nieuwe kunstwerk wat ze willen maken over de Oude Vest. Dan denk ik van ja, dat doe je in de binnenstad. Maar je zou er ook een saaie buitenwijk mee kunnen opleuken. Daar zou ik best over willen nadenken. Tegelijkertijd denk ik wel, evenementen. Het gaat bij mij ook met name ook vaak om het volume. Wat je natuurlijk de afgelopen jaren vaak hebt gemerkt, dat er evenementen zijn die ongelooflijk lawaaiig zijn. Nou, je weet ook tegelijkertijd welke gezondheidsproblemen lawaai op gaan leveren. Er komt een hele generatie met gehoorproblemen aan. Als je iets organiseert, let op de geluidsniveaus. En zorg ook dat het, zeker als het muziekevenementen zijn, dat het binnen kan en dat er een deur dicht kan. Dat zou zoveel schelen. Dus muziekevenementen niet in de wijk, hoor ik dan? Nou ja, het kan best in de wijk, maar zoek dan een zaal waar een deur dicht kan, zou ik zeggen. Ja, en de Lapjesmarkt wel. Ja, ik zit namelijk even te kijken van, wat gaan we dan in de wijken doen? Wat kunnen we, want zometeen zit de binnenstad met alle herrie en is er lekker de Lapjesmarkt in de wijk. Ja, maar ook daarvan zul je moeten kijken. Ik zat van de week bij een debat en toen ging het over de evenementen die op Park Matilo werden georganiseerd. Kijk, dat is op zich een prachtige locatie, je kunt er heel veel mensen kwijt. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je daar een groot evenement houdt, weet je ook dat je grasveld voor maanden vernield is. En de vraag is ook, wil je die prijs betalen voor een avondvertier, een paar duizend mensen. Nou, laten we inderdaad even richting Park Matilo en andere, dan de binnenstad uit. Want dat is ook een discussiepunt en kritiek. Altijd, en dat doen wij nu eigenlijk ook, die focus op die binnenstad. Leiden is zoveel meer dan dat. We hebben de Merenwijk, we hebben de Steefshof. Nou, gaan we zo maar door. Herkennen jullie die kritiek dat er heel veel focus ook vanuit de gemeenteraad op die binnenstad zit? Zeker, en ik denk dat enerzijds is, we hebben een parel en dat is die binnenstad, dus die wil je ook koesteren. Maar er komen ook nieuwe wijken, bijvoorbeeld bij Lammenschans, waar je het Bertheplein hebt. Ja, dat is ook een mooie plek om evenementen te doen. En Park Matilo, waar we met 3 oktober een jongere evenement hadden. Dus volgens mij heb je meerdere plekken in de stad waar je dat ook kan doen. Ja, nou, 12 jaar D66 bestuur. De binnenstad is een pretpark geworden en in de wijken lopen de boa's niet eens meer rond. 12 jaar D66 bestuur, tenminste D66 als grootste partij in het bestuur. En volgens mij is die stad zoveel mooier geworden. Hoor je van iedereen in de stad Ja, terug. De binnenstad. Ja, de wijken zijn vergeten. Als je naar een wijkwinkelcentrum gaat, dan ligt het er niet altijd even florissant bij. Bijvoorbeeld gaan we eens in de Mierenwijk kijken. De Kopermolen bijvoorbeeld is zo'n project dat, volgens mij gaan ze binnenkort eraan beginnen aan die vernieuwing. Is veel over gesproken, veel over... Ja, ik weet het, want ik heb dit ook allemaal meegemaakt. Maar dat is meer dan 4 jaar geleden. Maar... Zeker, maar dat komt eraan. Maar de wijken zijn, nou misschien moet ik het eigenlijk gewoon met jullie niet. Zijn de wijken vergeten? Laat ik het even aan jou vragen. Nou, ik denk dat er inderdaad wel meer aandacht voor kan zijn. En met name wat je ziet is dat er ook wijken natuurlijk in de loop van de tijd ook ouder worden. En in dat opzicht ook gewoon aandacht voor het herstel van de openbare ruimte. Daar heb je op een gegeven moment gewoon echt meer aandacht voor nodig. En ik denk ook gewoon dat het ook een opgave... De focus is bijvoorbeeld met bouwen nu heel erg op nieuwbouw, nieuwbouw, nieuwbouw. Maar je moet je bestaande bouw ook niet vergeten. En volgens mij ligt daar nog een behoorlijke opgave. Ik denk, als je kijkt van wat is nou de plek waar we al die nieuwbouw realiseren, is dat juist die schil rondom de binnenstad. Dat zijn een beetje die naoorlogse wijken. En ik denk dat die nieuwbouw die daar komt, inderdaad is nog niet gerealiseerd, want ze zijn er de afgelopen 4 jaar snoeihard aan bezig. Maar die komt er en dan zie je ook een vernieuwingsslag en een verbeteringsslag in de leefbaarheid, ook in die wijken. Ja, precies. Maar het is natuurlijk niet zo dat mensen zeggen, nou, alleen als er nieuw gebouwd wordt, dan moeten onze wijken aangepakt worden. Het zijn ook wijken die gewoon wachten op een aanpak waar niet per se iets nieuws gebouwd wordt nog. Is het zo dat jullie, ik ben benieuwd ook Janine hoe jullie daarin staan, dat jullie zeggen daar moet je ook de bewoners echt heel erg bij betrekken. Laat de bewoners participeren in hoe zij willen dat hun wijk
verbeterd wordt de komende jaren? Ja, zeker. Ik heb in mijn vorige periode ook gezien hoe belangrijk het is. Kijk, vaak is de neiging om als je een oudere wijk aanpakt, het grootschalig aan te pakken. En dan komen de huizen in die niet meer betaalbaar zijn voor de mensen die er oorspronkelijk woonden. En ik vind echt dat je een opgave hebt om te zorgen dat je de sociale structuur van die wijken intact laat. En natuurlijk, er moet wat gebeuren. En je kunt niet iedereen te vriend houden. Maar ik vind wel dat de dingen zijn waar je op moet letten. Dat de mensen die er oorspronkelijk woonden, een goede kans krijgen om gewoon terug te keren naar hun gebied. En dat je daar gewoon goede afspraken over maakt. Ja, dus ook participeren. Absoluut. D66 participeren. Ik denk dat dat ook bij jullie in jullie straatje past. Ja, en er wordt veel geparticipeerd. En omdat we binnenstedelijk bouwen, dat schuurt natuurlijk vaak. Want mensen kijken liever aan tegen hoe het was en niet hoe het wordt. Dus er wordt veel geparticipeerd en ja, dat schuurt. En nou, je probeert zoveel mogelijk mensen tevreden te stemmen. Tegelijkertijd zijn er altijd mensen zijn die ontevreden zijn. En dat is ook gewoon ja, iets wat hoort in de democratie. Zeker, maar er is natuurlijk wel kritiek op de manier waarop er geparticipeerd wordt. Hè. Bijvoorbeeld, dat is bij Lied natuurlijk al heel zichtbaar geweest. Dat mensen zeggen, ja, jullie vragen om onze mening en vervolgens wordt er helemaal niks mee gedaan. Als je mij vraagt, is er juist vrij veel mee gedaan. En wat toen ook hielp, was dat we gewoon langs de deuren gingen. Om op te halen van wat vindt nou de random mensen die we aanspreken in plaats van de mensen die naar ons toe komen. En toen kwam ook een stuk genuanceerder beeld. En was bijvoorbeeld verkeersveiligheid, dat was wel heel belangrijk. Nou, die is menigmaal aangekaart ook in de gemeenteraad. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet de wanbeelden die je af en toe in de media las. Oké, dus wij zijn daar ook deels De media. Je kan altijd de media de schuld geven. Ja, nee, hartstikke dank beiden voor deze bijdrage over de wijken. En succes de komende weken. Dank. Ja. En dan gaan we naar het laatste onderwerp en dat is sport. En daarvoor wil ik de VVD en de SP naar voren roepen. Pak er ook lekker een bakje koffie of een glaasje water, wat jullie willen. Ries van Walraven van de SP. En Tom Mentink van de VVD. We sluiten het met jullie af. Dit was zo'n onderwerp toen ik hem aan het voorbereiden dat ik was dat ik dacht, hier komen echt heel veel onderwerpen voorbij die ik nog uit mijn tijd als raadsverslaggever ken. De bouw van het combibad, de ijshal, voetbal vitaal. Nou, en ik denk dat bij de volgende, dat zijn allemaal dingen, die het zwembad wordt gebouwd, de ijshal ook. Maar dat er wel aankomende tijd nog een klap opgegeven moet worden, dat het ook echt de laatste stap gezet wordt. Dus laten we het daar zo meteen even over hebben. Hoe staat die sport erbij? Maar eerst wil ik jullie even voorstellen. Ries, een bekend gezicht in de Leidse gemeenteraad. Ja, ik ben Ries van Walraven en ik ben aan het eind van mijn tweede termijn als raadslid. Ik ga ermee stoppen, want we hebben binnen onze eigen partij een hele mooie lijst van jonge mensen die klaarstaan om het stokje over te nemen. Zoals Thomas, maar die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dus jij hebt het stokje. Nee, die gaat vanmiddag naar het FNV-debat. Ja. En onze lijsttrekker die is helaas ziek. Die heeft corona. Dus vandaar. Ja. Ik sta op plaats 9, maar dit is mijn derde debat al in deze periode. Ja, maar je kan het verhaal van de SP prima vertellen, toch? Ja, dus ik mag wat over de SP gaan vertellen. Ja. Nou, dat doe ik heel graag, want wat wij heel belangrijk vinden dat is het sociaal domein met een duur woord. Dat is, maar dat komt eigenlijk neer op zorg en welzijn, zorg voor mensen, maar ook sport, dat hoort er ook bij. En wat wij gezien hebben is dat het college de afgelopen periode toch een aantal maatregelen heeft genomen waar wij niet zo blij mee zijn. Onder andere het afschaffen van de tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten. Maar ook bijvoorbeeld het sluiten van een bed, bad en brood voorziening. Waar ik zelf ook persoonlijk erg veel last van heb gehad. Wat wij eigenlijk willen, dat is toch weer een aantal bezuinigingen, of in ieder geval maatregelen, want bezuiniging mag je geloof ik niet zeggen, weer terugdraaien en ook zodra het kan ook de marktwerking in de zorg weer terugdraaien. Dus dat betekent dat we een einde willen maken aan de aanbestedingen in de zorg en dat we gewoon weer op een andere manier in samenwerking met de gemeente weer verder willen gaan. Duidelijk. Dan gaan we even naar Tom toe, de VVD. Jij bent voor mij nog een onbekend gezicht. Niet op plaats 3. Nee, wel op plaats 10. Ja. Ik ben afkomstig uit Leiden-Dorp. Woon al wel de hele tijd in Leiden. Heb in het bestuur gezeten in Leiden-Dorp bij de VVD Leiden-Dorp. Daarvoor burgerraadslid geweest. Dus ik heb wel wat politieke ervaring, maar nog niet in Leiden. Dus
Ja, ik heb natuurlijk altijd de sport gevolgd, want in het dagelijks leven ben ik freelance sportjournalist. Dus ja, ik ken de regio en de rest van het land ook qua sport. Maar op plek 10, dan denken mensen, nou ja, dan sta je... Kom je misschien de raad niet in, maar dat kan eigenlijk prima. Ik bedoel, als jullie een goed resultaat hebben, 7-8 raadsleden gaan leveren, ook nog een paar wethouders, dan kan je zo doorschuiven, toch? Ja, ik ben een optimist, maar ik denk dat... Niet zo optimistisch. Nee, ja, ik ben optimistischer dan dat jij bent dan. Ja, nee, ik ben absoluut een optimist, maar nee, ik zal echt op voorkeurstem gekozen moeten worden. En daar ga ik voor. Mijn familie komt hier deels vandaan, dus en ik heb veel vrienden hier wonen. Je kent de hele sportwereld natuurlijk. Ik ken de hele sportwereld, dus ik heb daar goede hoop op dat gaat lukken. Maar 9 of 10 zetels, dat, of 8 of 9 zetels, dat is misschien een beetje te veel. Okay. We gaan door gelijk naar de stelling en dan beginnen we gewoon even bij jou. Ja. Je voelt je natuurlijk lekker comfortabel in die sportwereld. Ja, zeker. De stelling, de openbare ruimte moet gebruikt worden om sportfaciliteiten in plaats van voor sportfaciliteiten in plaats van groenvoorziening. Ja, met die stelling zijn we het eens. Alleen het ene sluit het andere niet uit. Dat begrijp je al. Ik denk dat de Socialistische Partij daar ook zo over denkt. Wij vinden dat de afgelopen 4 jaar dat de prioriteit misschien te veel op groen is komen te liggen. Kijk maar naar het Roomburger Park bijvoorbeeld, dat plan. Jullie hadden daar gewoon een hockeyveld gewild. Ja, tuurlijk. Maar niet zo'n plan. Dat was een plan met allerlei compromissen met 4,4 miljoen euro. Leiden heeft geen nagel om aan een kont te krabben. Dus 4,4 miljoen euro is echt heel veel voor zo'n plan. En ja, wat mij betreft het aanleggen van een hockeyveld en wat groen erbij, dat hoeft niet zoveel geld te kosten. Je daagt me nu zo uit. Je zegt Leiden heeft geen nagel om aan de kont te krabben. Ooit zat er een pot vol met geld van NUON. En daar moesten parkeergarages van gebouwd worden voor 100 miljoen. Ja, dat is alweer tijd geleden. Ja, ja. Nee, dat is belangrijk. Investeren is belangrijk. Maar het feit is wel dat we nog steeds wel dat Leiden behoorlijk wat schulden heeft. Maar als je alles opmaakt, kan je nergens. En veel te veel geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. En de lokale lasten al jarenlang stijgen. Ja, dat is een feit. Ik heb vrienden in mijn omgeving die dan nu de lokale belastingen binnenkrijgen van de belastingssamenwerking. En die schrikken zich een hoedje. Ja. En mijn vrienden kunnen dat dan misschien nog betalen tot net aan doen. Maar er is ook een groep in Leiden die dat niet kan betalen. En die daar, zeker dan ook nog eens een keer met de stijgende gasrekening en de elektriciteitsrekening. Ja, SP, eventjes. Ja. Waar moet de focus op liggen? Sportvelden of groenvoorziening? Ja, sorry hoor, maar zo ongenuanceerd kan ik niet denken. Het is natuurlijk en zou maar ik zeggen. Maar dit hoort er een klein beetje bij. We hebben dan een koffietijddebat, maar... Ja, nee, maar dat vind ik toch heel lastig. Ik vind, we hebben hele mooie sportvoorzieningen in Leiden en er komen er steeds meer bij. En dat is gewoon hartstikke goed. Maar als je nog meer hockeyvelden en kunstgrasvelden gaat aanleggen... Hockey is een hartstikke leuke sport... Maar het probleem is een beetje dat eigenlijk de hele ondergrond, dat je die doodmaakt. Dus al het leven wat daaronder zit, onder een kunstgrasveld, dat gaat dood. Het gaat ten koste van de biodiversiteit. En Leiden, ik weet niet of u dat weet, maar Leiden is een van de meest versteende steden van Nederland. En wat wij dus nodig hebben is heel veel groen. Dus je moet eigenlijk de nadruk meer gaan leggen op sportvoorzieningen waarbij groen een grotere rol speelt. En dan kun je wat betreft de kunstgrasvelden, dan zul je ook gewoon meer regionaal moeten samenwerken. En ook binnen de stad zelf, want er liggen ook andere kunstgrasvelden die helemaal niet worden gebruikt. Zoals? Waar is dat bijvoorbeeld? Nou, daar bij de Boshuizenlaan, daar lagen al die... Ik fiets daar regelmatig langs, ik zie daar niemand sporten. Ik denk ja... En we kunnen ook onze sporttijden proberen om daar nog wat meer flexibiliteit in aan te brengen. Ja, ze wilden natuurlijk een extra hockeyveld, hè, omdat de toename in Leiden steeds groter wordt. Eigenlijk iets waarvan de SP zou zeggen, want ik lees hier gezondheid en bewegen zoveel mogelijk stimuleren. Dat vindt de SP belangrijk. Die zouden blij zijn met zo'n grote aanloop van mensen die zich echt willen inzetten om te gaan sporten. Maar wat maakt dat ene hockeyveld dan uit? Ja, maar dat bereik je toch niet door een hockeyveld aan te leggen? Dat zijn toch talloze manieren waarop je kunt bewegen? Ik ben zelf een fervent fietser. En ik heb daarvoor heb ik hard gelopen bij de roadrunners. Dus er zijn 1000 andere manieren die ik kan gebruiken om te sporten. Daar is hockey is één van de vele mogelijkheden. Dus laten we dat niet ten koste laten gaan van het milieu. Dat is echt zonde.
Ja, ik denk dat we weer op gras moeten gaan hockeyen als het... Ja, dat zou ik heel mooi prachtig vinden. Dan, ja, dat wordt wel wat lastiger. maar nee, het feit is wel dat Roomburg al jarenlang, nou zo bijna misschien al 20 jaar lang, een wachtlijst heeft van leden. En dat betekent dus dat Leidse kinderen kunnen niet sporten in hun eigen stad. Hè? Dus Leidse kinderen gaan hockeyen in Oestgeest of in Leiden-Dorp. En ik denk dat de politiek zich daarvoor moet inzetten om de Leidse kinderen ook in Leiden te laten sporten. Toch heeft... Mag ik? Ja, sorry hoor, maar ik vind dat echt een beetje een schijnprobleem. Ik bedoel, al die sportvoorzieningen liggen allemaal dicht bij elkaar. Hoe ver is het fietsen naar Oestgeest? Nou, 10 minuten misschien. Nou, dan ben je gelijk al een beetje opgewarmd voor je hockeywedstrijd, zou ik zeggen. Ik vind het echt gewoon, ik vind het ontzettend kinderachtig om daar moeilijk over te doen. Die mensen die willen heel graag een hockeyveld, extra hockeyveld in hun eigen wijk. Dat snap ik ergens wel, dat snap ik best. Maar je moet ook kijken naar het grote geheel. En ik vind dat gewoon echt een beetje te egoïstisch. Nou ja, ik denk dat je ook moet kijken naar het voortbestaan van zo'n club. Hè. Zo'n club is gebaat bij vrijwilligers, bij veel leden. Als er mensen uit die wijk niet kunnen gaan sporten, wordt de drempel om ergens anders te gaan sporten ook steeds groter. Dus ik denk dat we die keuze gewoon moeten... Ja, ik begrijp, de SP is daar niet voor om daar een extra veld neer te leggen. Maar een kunstgrasveld is niet dat gelijk de hele biodiversiteit daar weggaat natuurlijk. Hey, maar help mij even. Wel, ja, onder die mat week, wel. Toen ik vorig jaar ging stemmen, toen ben ik toch ook naar de stembus gegaan om een referendum in te vullen over wel of geen hockeyveld. En volgens mij... was de uitslag van het referendum dat hij er niet moest komen. Zeker, maar dat was wel tegen een plan. Dat was een plan van 4,4 miljoen euro. Er zijn heel veel mensen die gestemd hebben bij het referendum. Die daar tegen gestemd hebben. Wij waren daar overigens ook tegen dat plan. Dus ik heb ook destijds tegen gestemd. En dat terwijl ik wel voor een extra hockeyveld was. Dus ja, ik vind 4,4 miljoen euro gewoon veel te veel geld. Ik denk wel dat dat voor een hoop kiezers heel verwarrend is. Want die zijn gewoon voor een hockeyveld en niet voor een bestemmingsplan gaan stemmen. Precies, ja. Denken dan, als jullie zometeen weer met het idee komen om een hockeyveld neer te leggen, wat krijgen we nou zeg? Nee, dat begrijp ik ook. Kijk, wij hebben dat referendum niet bedacht. Wij zijn ook sowieso geen voorstander van een referendum. Alleen maar in een lokale buurt dat wel. Maar dit referendum werd voorgelegd aan heel Leiden. En ik had vrienden die aan de andere kant van de Leiden wonen en die vroegen van, joh, wat moet ik stemmen dan? Die wisten er helemaal niets van. Maar dit is wel toch, ga ik heel even een ander haakje, want we hebben het ook al heel veel over vertrouwen in de politiek. Zeker. Er is een referendum geweest, geen hockey, een nieuw hockeyveld in Roomburg. En jij zegt inderdaad, dat is veel breder, is tegen een plan gestemd. Ja, het is een plan. De vraag is inderdaad hoeveel mensen zich daarvan bewust waren. En dan inderdaad kom je straks met, wat ik begrijp, dat de VVD dus... heus de komende 4 jaar wil opnieuw een ander plan in wil dienen om daar toch een hockeyveld neer te leggen. Zeker, maar dan ook kijken naar groen. Hè? Dus zorgen dat in de rest van het park dat het groen behouden blijft. Daar zetten wij ons ook voor in. Dat is ook gewoon goed voor de leefbaarheid van heel Leiden en van de wijk. Maar één kunstgrasveld hoeft geen 4,4 miljoen euro te kosten. Toch wil ik even één dingetje nog benoemen voordat we gaan stoppen waarin jullie elkaar gaan vinden. Maar dan wil ik vooral even weten... hoe jullie dat voor je zien. Want volgens mij doen jullie allebei een pleidooi voor het beter benutten van de openbare ruimte om ongeorganiseerd te sporten. Dus niet in verband van een vereniging. Hoe gaan we dat doen? We hebben ooit in het Singelpark, daar kan je crossfit doen. Zo heet het volgens mij. Dat heeft Frederik Zevenbergen ooit voorgesteld van de VVD om dat te gaan doen. Dat is voor mij heel succesvol. Maar hoe gaat het er verder uitzien? Waar gaan we sporten en hoe gaan we dat doen als we dat ongeorganiseerd doen? Ja, dat kan je natuurlijk op heel veel plekken doen. En je moet het op zo'n manier doen dat het niet ten koste gaat van het milieu. En dat kan ook heel goed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de roadrunners en naar de wielrenners. Nou, die gaan gewoon, die komen overal. En dat gaat helemaal niet, dat tas je de natuur helemaal niet mee aan. Maar ook bij andere sporten is het zo dat je kunt allerlei toestellen neerzetten op allerlei plekken. Zonder dat gewoon het milieu daardoor wordt aangetast. Dat is toch heel wat anders dan een hele plastic mat neerleggen op de vloer. Waardoor gewoon de hele...
leefbaarheid in gevaar komt. Ja, ik zie iemand... Dus ik denk dat dat heel... Ik denk dat heel dacht, jullie kunnen elkaar ergens vinden, maar nee hoor. Nee, nog steeds niet. Nou, voor een deel wel. Zeker wel. Voor een deel wel. Maar niet iedereen gaat wielrennen of hardlopen. Dus laten we daar... Kijk, ja, wat gaan we dan mensen doen? Wat gaan we doen? Nou, ik daar sluit ik me helemaal bij aan. Hè, dat er misschien bepaalde plekken... Nou, in Alphen aan de Rijn hebben ze bijvoorbeeld een heel park voor urban sports. Hè, dat je buiten allerlei... Ik weet alle namen niet van hartstikke sporten, leuk, maar ja. Dat is heel erg leuk. Freerunning. Ja, freerunnen inderdaad. Dus misschien moeten we daar eens naar gaan kijken. Misschien kunnen we elkaar daar vinden. Nou, we hebben toch een motie aangenomen, de gemeenteraad. Een motie van GroenLinks voor freerunning. Ja, maar als je... ik zou, dus dat is al een van de voorzieningen die gaat komen. Ja, maar inderdaad in Alves voorbeeld, dat zou ik hier ook wel willen zien in Leiden. Dus het liefst zou je eigenlijk willen dat alle sporten gewoon een accommodatie kregen. Maar we weten ook, daar moeten we gewoon realistisch in zijn, Leiden heeft gewoon heel erg weinig ruimte. Dus het is echt woekeren met de ruimte en vechten om de vierkante meter. Dat is heel vervelend. Ries van Malraagde van de SP, dankjewel. Tom Mentik van de VVD, dankjewel. Blijf nog heel even zitten, want we gaan het afsluiten met natuurlijk de allerbelangrijkste oproep van de dag. Blijf even zitten hoor, Ries. Ga stemmen. De lokale thema's raken iedereen direct. Dus hier in de zaal, maar ook thuis. Ga stemmen. Het is 3 dagen lang. Je hoeft niet meer kwetsbaar te zijn om op maandag te stemmen. Je mag gewoon al maandag gaan stemmen. Dus vind ergens een plekje inderdaad, want dat is wel het belangrijkste van deze verkiezingen. Ga stemmen. Inderdaad. En jullie allemaal bedankt. Ik vond het een fijn debat en een fijne dag nog. Dank u wel. Merel. Oh, en Leendert. Ja, Leendert Beekman.